Altijd goed, Remzi hier weg. En welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van GTA 4. Vandaag gaan we naar Elisabeth toe. En volgens mij is het vandaag trouwens ook aflevering 39 alweer. In ieder geval gaan we vandaag naar Elisabeth toe. En ik ben benieuwd wat we gaan doen. Maar Nico, ik kan wel een stukje sneller. Hop. Oh god, jij bent er ook weer, hoor. Dus kom hoor. Meneer, mag ik die auto? Please, geef mij die auto. Oh, Michelle belt. Ja, probleem. Do you two know each other? Elisabetta seems to have a lot of friends. That's because she's a dealer, Nico. Junkies like the people who supply them with drugs. You okay. Aren't involved in that world, are you? I'm trying to avoid it, Michelle. Yeah. And maybe I do a few errands for Elisabetta. Nothing serious, though. I am no dealer. Nee. If you need help with anything, Nico, just speak to me. If you want to get something off your chest, I'm a good listener, you know? I know, Michelle. Tenzij je mij geld wil geven. Concern, but, ja, dan niet echt. I can look after myself. I'm a big boy and I must make my own decisions. See you soon. Ja. Yeah, Nico. See you soon. Ja, see you soon. Mooi. Even naar Elisabetha toe. Zo, hop. Zo, wat ben jij aan het doen, meneer de auto-bestuurder? Oké. In ieder geval, naar Elisabetha toe. En ik ben benieuwd wat we gaan doen. Trouwens, hoe zit het met mijn wapens? Oké, dit... Ja, dit is wel genoeg. Kogelvrij vest ook helemaal vol. Het gaat ons zeker wel lukken. Mooi, en dan gaan we naar Elisabetha toe. Oeh, speeltuintje. Oh, Little Jacob belt weer, hè? Aguam, Bridget. I've been chilling with Elisabetha Torres. Yep. She plays good, man. You know her? Yeah, mama know her, Nico. Even Batman scared of that girl. Should I not be doing business with her? Nah, man. She's a real good businesswoman in her style. Oh, okay. Just don't get on her wrong. Eentje is negatief erover. Eentje is positief erover. Ja. Tot later, Little Jacob. Ik heb steeds zijn naam kwijt, op een of andere manier. Ja, Nico, zo moeilijk is het toch niet om hier even naar boven te komen. Zo. En de missie van Elisabeth Torres is blow your cover. Oh, yeah. Oh, party. Oh, yeah. Oh, yeah. Deuren. Oh, yeah. Oké. Okay. Ja, geweldig. Hey! Oh, het gaat wel goed. Nee, bedankt. Bedankt. Ik zelf wil niks met cocaïne te maken hebben, maar ja. Als al die gastjes hier hebben. Hey, Johnny, hoe gaat het? Ja, wat moet ik ermee doen? Oh, dat is goed. Ja, maar ik zei net dat ik geen dealer was. Maar ik heb net tegen Michelle gezegd dat ik geen dealer ben. Playboy? X! This is Nico! Oh, kijk! En Nico is Playboy! What's up, money? Oké. Ja, en ik wil zo weinig mogelijk contact met hem, want hij lijkt me geen serieus persoon. Lijkt me net een klein kindje. Ja, ja, natuurlijk. Ja, geweldig. Mijn Nico was vorige keer number one. Of nee, twee afleveringen. Nee, bij aflevering 37 was Nico number one. Take Playboy to the Context Apartment. En waar is dat? God, dat hele eind rijden. Oké. Let's go, Jacob. We moeten onze beestje beetje haasten. Oké. Let's go, Jacob. Hier staat een auto. Dan gaan we hem even stelen. Blijf staan. Eruit. Nu. Nou, nee. Ik wil alleen je auto hebben. Does Elisabetha get you to do stuff like this often? Elisabetha don't get me to do shit. I just like to keep an eye on. Ja, wat ik dus al zeg, het is echt geen goed idee om hem mee te nemen. Als hij nog nooit iets heeft gedaan, dan is een drugsdeal toch even iets te moeilijk voor hem. En Nico, waarom doen wij ook die drugsdeal? We hebben net tegen Michelle gezegd dat we geen dealer zijn. Maar oké, als het goed geld oplevert, dan is het goed. Now it's all about diversification. A heroin deal is your way of diversifying? Ja, ik kan het heel apart. Money say jump,
cats say? How high? This is a cash deal. I got other shit going down as well. Ja, daarom doet Nico mee, om het geld. Nico gaat anders niet dealen. If it pays, that is. I pay like a Songbird Sax bonus. Ja, ja, gast. Als jij niet door wil rijden, dan ga ik zelf even hier. I gotta set shit up. But I'll need a cat like you real soon. Mop doorrijden, gast. Tell me about that biker. The one with doorrijden. The snack. Johnny. I ain't working with that cat, but I heard about him. He's doing all betalen, Nico. Crazy shit. Blowing stuff up. Them boys, the Lord. Oh. They in some heavy type of gang war. Ik weet niet of ik dan Johnny een beetje moet vertrouwen bij een beetje een rustige deal. Als hij allemaal dingen laat ontploffen. What that other gang called? Death Angels or some shit? Anyways, be careful of this cat. We keep the Death Angels. You don't want to even look at him the wrong way. Crazy motherfucker. You scared of him? Yeah, I ain't scared of nobody. All them bikers are crazy as shit. Wedder van wel. Playboy X. Er lijkt me geen persoon die nergens bang voor is. Nico is nergens bang voor me. Playboy X, jij echt zeker wel. Jij hebt nog nooit iets gedaan qua een klus. En nu wil je meteen mee met een drugsdeal? Ik weet niet of dat een goed idee is. En ik denk dat jij er ook nog bang voor wordt. Van die andere mensen die waar we de drugs aan gaan verkopen. Maar die kunnen soms heel erg gevaarlijk zijn. Ik hoop dat deze keer niet echt heel gevaarlijk gaat worden. Maar toch. Oh. Het regent. Dat is niet best. Dan is de weg een beetje glad. Ja, hier naar links. Rechtdoor. En... Oh, gaan we deze hele mooie tunnel in. Rijd ik ook niet zo vaak door deze tunnel. Misschien omdat ik niet zo vaak naar, naar de plekken toe moet waar deze tunnel naartoe gaat. Nou, ik vind in ieder geval, dit autootje rijdt lekker door. Het is niet te snel, maar het is ook niet te langzaam. En hier is het. Zo. Is het hier? Waarom altijd op een van de hoogste verdiepingen? De third floor. Follow Playboy to meet the contact on the third floor. Wat is dit? Hey, to pick up this weapon. Ik weet niet waarom ze hier een shotgun neerleggen. Maar het lijkt me niet positief. Nou, ik denk dat dit niet gaat verlopen als een movie. Als hier al beneden een shotgun ligt op mij te wachten. Nou, denk ik dat we gaan schieten en dat er iets misgaat. Ja, Playboy X, misschien is het een idee als we doorlopen. Hey, Johnny. Hey, you ready? Ik hoop het, want we gaan het doen. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. All right, come on. Ja, laten we dit gaan doen. Voor het geld. Nou ja, hey, daar zijn de what's kopers. Going on, what's going on? Not much. Nou, jullie willen dat ding kopen, dus... Come on, let's do this quickly. Ja, we hebben het. Ja. I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being Beetje, fucking weird. Waarom ben je zo raar bezig, man? I just wanna know if you're carrying this. Gaat dat goed met jou? You ain't right, friend. No, come on, let's get ik vertrouw dit niet. LCPD! Oh, shit! Politie! Yo, they're gonna shit, de politie! Ja, voordat jij zo raar was... You clear out the floor above. Ja, wacht even. Dit komt niet goed zo. Oké, door. Oké. Ja. Het is hij. Het is jij of hem. Nou, laten we deze maar weer meenemen. Playboy, wacht je daar even op mij? Nog niet gaan schieten hoor, Playboy. This shit is too easy. Shit, de politie is er ook. Please evacuate them quickly. Asshole! Ligt hier ergens verbanddoos of zoiets? Nee, wel cocaïne apartment. Overal drugs hier. Maar hier ligt ook echt geen kogelvrij vest. Dus ja, ik zal straks wel even binnen of buiten de opnames even een kogelvrij vest moeten kopen. I got
Ja, jou zag ik gewoon. Net op tijd. Oké. Er staan er nog twee boven. Playboy, ga je mee? Ja, ik weet niet waarom je zo langzaam doet, Playboy. Ik ga in ieder geval naar boven. Ik weet niet waarom ik naar boven moet, maar ik ga naar boven. Oké. Okay. Mooi, Playboy. Kom je naar boven? Ja, nog niet. Verder gaan. Ja, die neer. Goed dat je erbij gaat liggen. Ja, gast, let eens even op. Let eens op, gast. Hop. Oh, hier ligt een verbanddoosje. Oké. Ik heb... Follow me. Yo, money, hoe bedoel je? Ik ben niet het geld. De deal ging mis, dus er is op en zo geen geld. Kom omhoog, als je durft. Als je niet moet doen. Ja, die gun ga ik gewoon niet pakken. Dus leven is gevaarlijk als ik die gun pak. Yo, G, stay close. There be more than FIB cats up in this shit. Oh, kogel van vest. Zo. Die is neer. Ja, wacht even. Ik pak even deze guns. Want die doen het erg goed qua schieten. Wat, nog meer? Oh, dit ging bijna mis. Shit. Naar beneden, gast. Politie zit achter ons aan. Ja, daar ging mijn koffer vast. Een klein gedeelte daarvan. Hier nog iemand? Nee. Weet het dat beneden nog eentje staat? Is altijd zo. Dat er beneden eentje staat. Ah, thanks, gast. Stap in, Little Jacob. Mooi, wegwijzen hier. Wegwijzen hier. Lucio van het level. Dat is zo gedaan. Oké, dit was erg. Dit was echt een drugsdeal dat echt helemaal misging. Dit ging echt helemaal nergens om. We hebben geen ene cent verdiend. Hé, maar wacht even. Hier is een ammunition. Kom op, verlies snel even. Ja, heel even wachten hoor. Ik ga heel even een gun kopen. Feel free to browse, buddy, but don't try anything funny. Ik ga heel even wat guns kopen. Ah, Little Jacob. Ah, hier. Die kan ik erbij kopen. Oh, zit vol. En deze zit ook vol. Die kan ik niet kopen. Deze kan ik niet kopen. Deze kan ik niet kopen. Kogel van vestje erbij. Sniper. Oh. You can't carry more. Oké. Okay. Oh. Waarom zegt hij dat nu? 8000, ja.
Het geld groeit me niet op de rug, gast. Oké, deze kan ik nog niet kopen. En deze AK? Nee. Dus ik kan de nieuwste sniper kopen, maar die kost me echt handenvol geld als ik hem ga kopen. Dan heb ik eerst 8500 nodig. Dan moet ik even $8000 winst maken. Maar dat lukt me wel, denk ik. Binnenkort heb ik wel weer 8000 winst. You forget about them cats to do that sort of time. And if your friends on the inside, my man, ik zei het toch, als er een shotgun mee in ligt, gaat het altijd mis. Ik krijg niet voor niets gratis wapens. Ik vond het alleen jammer dat die ene gast mij daar beneden in de gang opwachtte. Anders hoefde ik niet naar de ammunition. There'll be the smack tip, the rap game, X, chronic, meth, shit. I'm looking into expanding. Waar gaan we trouwens naartoe? Oh, we gaan naar het tweede eiland, jongens. We hebben dus het tweede eiland vrijgespeeld. Dat is best wel goed. Dat is best wel leuk, trouwens ook nog. Dan kunnen we dus nu vanaf nu naar het tweede eiland. Volgens mij is het tweede eiland Alderney. We hebben Broker. We hebben Alderney. En ik weet die andere niet meer. Ik wist wel hoe ze heten, maar ik kan me op dit moment niet even herinneren. Broker hebben we een appartement bij. Ja, aan de kant jij. Deze taxichauffeur moet er door. Het ziet er best goed uit. Is het niet het eiland van New York, van Liberty City, wat dus gebaseerd is op New York, waar Central Park ook is? Ja, Central Park die zie ik al. En Times Square zit dan toch ook in de buurt? Dat moet daar ergens liggen. Ik ben zelf persoonlijk trouwens nog nooit in New York geweest. Jongens, maar ik heb er wel genoeg racevideo's van gezien. Het lijkt me namelijk echt een keer leuk om daar naartoe te gaan. Echt serieus, ik wil sowieso nog een keertje naar Amerika toe. Maar ja, wie niet? Niet schieten! Net als Jacob. Of nee, dit is geen Little Jacob, Playboy X. Hoe kan ik nou op professionele drugsdealer een Little Jacob verwarren met Playboy X? Misschien omdat het best al laat is. En ik best een zware dag achter de rug heb. Ja. Best laat in de middag. Nou ja, naar mijn mening. Is het best laat in de middag. Zo. Hier naar links. Het is wel een heel eindrijk, Little Jacob. Maar ik doe het graag. Ik doe het graag. Hier kunnen we namelijk geen schade van krijgen. Ja, rijd door. Ja, hier is het. Nou, Little Jacob, stap maar uit. Here we be, money. Waarom noem je me steeds money? We hebben denk ik bijna geen geld winst gemaakt. Of helemaal niet. 2000. Toch nog. Toch nog $2000. Playboy X staat nu in mijn contacten. Geweldig. Wat is er trouwens allemaal te vinden? Oh, Manny is weer terug. En ik zag hier een internetcafé. The contact was. You think I know? Fucking send it everywhere. I feel like they want me back. Nou nee, ik denk dat ze gewoon hun werk eens een keer goed willen doen. Normaal doen ze het nooit. Daarom willen ze eens een keer goed uitpakken. Oké, dan gaan we heel even kijken. Hier. Can I get you a smoke a lot of latte? Nee. Maar aardig dat je het vraagt. Web. Oh, twee e-mails. Roman, thanks. Jongens, jullie mogen dit trouwens lezen. Als je die op pauze zet, dan kunnen jullie het ook helemaal lezen. Ik reply in ieder geval positief. Roman, who are you ever going to rule the world if you gamble every cent you get away? And big cash, make money with no problem. Jullie kunnen het op pauze zetten als jullie willen lezen. Wat is dit trouwens? Och. We worden nu al ondergespamd door de reclame hier. In Liberty City. Is er nog wat nieuws? Dead at dinner.
Oh ja, daar weet Nico echt, ook echt helemaal niks van. Misschien een beetje lovemeet.net even nakijken. Oké, okay, welke is goed voor Nico? Even kijken, ja, deze past wel bij Nico. Nou, dan gaan we deze gewoon hier klikken. En ik ben benieuwd wat die zal antwoorden. Maar dat leek me wel iemand voor Nico. Bam. Het kost me wel weer $1. Echt, ik betaal gewoon te veel voor die computers te gebruiken. $1 per keer dat ik op de PC zit. Echt, dat is veel te duur. Veel te duur hier in Liberty City. Hebben wij... Oh, Roman belt. Oh, dat is mooi. Ja. Right. I put the money into another cab depot. Family Enterprises is up and running again. Next up, loading on the bar sack. I'll give you shares and be later on. Oh, okay. In the markets, the bar sack. Maar nu we toch hier bezig zijn, ik zie hier even een winkeltje. Need any help? Just holler. Name's Mike. Nee, ik wil gewoon heel even kijken, gast, of hier toevallig nog mooie kleren tussen zitten. Trey Brown Brand. Nee, Nico. Nee, dat is het echt helemaal niet. Is er ook zwarte broek? Chinos in black. Ja, deze vind ik goed. Oh, wacht even. Roman, what's the point in owning a car service if you can't give family free rides. Kel, call me if you want me to send a driver, Rom. Oké, Robin, zal ik doen. Maar eventjes een truitje aantrekken. Ik vind het echt ouderwets voor Nico, joh. Dit is echt alsof het oude mensen zijn, joh. Ik heb niks op deze kleren, alleen dit is echt de jaren 80 nog net niet. Hey, Playboy X. Yo, money, something's coming up. Hit me at my crib, cause I got work for you all. Dollartekentje. Te X. Oké, dan hebben we ook weer een missie van Playboy X. Geweldig. Ik wou even kijken of hier nog wat leuke kleren tussen zaten. Er zit bijna echt helemaal niks tussen, hè. Even dit kijken dan. Nico, trek me meteen uit. Als het zo blijft als nu, dan kun je beter dit aanhouden. En deze schoenen dan. Nico, nee. Een golf jacket in green. Nee, Nico, dat staat niet. Ik vind die broek al iets voor jou wat jij normaal nooit zou dragen. Hé, hey, Brucey belt. Oh, oké. Okay. Kunnen ze krijgen? Cool, I guess. Anytime you want to race, give me a call and I'll hit you up with a location. Peace, man. Sure. Dat is leuk voor de volgende keer om te doen. Maar ik zal nog heel even moeten kijken. Man, dit lijkt toch echt. Nico is geen oude meneer. Nou, dan is dit wel goed zat. Zo, Nico heeft een normale spijkerbroek nu. Hij had de hele tijd een, taxi. Ja, Nico had een hele tijd alleen maar, hoe heet dat? Alleen maar, hoe heet dat ook alweer? Ja, een trainingsbroek, een sportbroek aan. Dan mag Nico nu wel eens een normale spijkerbroek hebben. Safehouse graag, meneer. Don't show me your stomach. That's disgusting. Hey. Safehouse. Ja. Graag snel een beetje. Oké, jongens, dan denk ik dat we de volgende keer trouwens even gaan racen. Want ik bedoel, de vorige keer verdienen we wel geld als water. En dan kan ik ook die nieuwste sniper kopen. Die we echt moeten hebben. Ik ben trouwens nu wel blij dat Nico even een normale spijkerbroek met een riem heeft gekocht. Ik vond Nico goede kleren hebben. Met zijn trainingsbroek aan. Maar dit staat Nico toch net iets meer.
Is het trouwens zwart of is het groene spijkerbroek? Ja, ze zeggen zwart in de winkel, maar ik vind het meer... Misschien komt het door het licht net. Beetje zwartgroenig. In ieder geval, kijkers, ga ik tegen jullie zeggen. Kijkers, doen duimpje omhoog. Help je mij, maar help het kanaal mee. En abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan gaan we morgen, denk ik, racen. Maar dat zien jullie morgen, want voor nu ga ik zeggen... Doei!